filmpje. Ah. Hallo. Goedemorgen. Wij gaan naar Amsterdam. Sta eens recht. Ga ik leren filmen. We zijn speciaal gaan shoppen. En het is 7 uur nu, hè. We zijn om 5:30 opgestaan. De knopken is aan de tanden, mannen. Oh la la. Nu ik en nu ik. Ik heb wel een sjaal, man. Oh la la, woehoe. En die hele dag op hakken, Kelly. Pijnlijk. Oeh, pijnlijk. Als ik dat ga volhouden. Hoe zet je dat af? Ach ja. We moeten zelfs de trein pakken. Tot een Antwerpen Centraal. En dan moeten we de taxi pakken, hè. Ja, spannend. Dat gaat nog iets worden, zelf. Allee. Dag. We zitten op de trein. Oh nee, toch niet. Hallo, we zijn in Antwerpen. En nu de taxi pakken. Ah, nee, ja. Eerst een koffietje van de Starbucks. Wat? Ik mag doen bij Mies Bouwman, want die zei tegen me natuurlijk, oude directeur, wat komt u doen? Weet je wel, die man had echt een speech ingestudeerd. Dat was geweldig. Nee, die mocht de speech niet doen. Nee, die mocht niet speechen. Dat was echt geweldig. Ik begreep dat in de reglementen stond dat iedereen die gewoon had 30 seconden mocht speechen. Die man had een hele speech voorbereid. En tot vanavond, hè? Ja. Bedankt, hè? Ja, oké. Zondag gaan we uit, hè? Ja. En ik zag dat er nog maar een paar brownies over waren. Dan wil ik even zeggen, hij maakt de allerlekkerste brownies van Amsterdam. Dus ik zou zeggen, als je er nog eentje wil proeven, ga daarheen. Het is echt een aanrader, lekkerste brownies die er zijn. Dus ja, dat wilde ik even zeggen. En ook, ik heb straks om 4:50 de live stel je vraag. Voor degenen die dat gemist hebben, ik heb dan in de workshopruimte dat je dat we beautyvragen kunnen beantwoorden. En ik had een paar aanmeldingen, maar niet 30 totaal. Dus als iemand daar nog bij wil zijn, ik zou zeggen 4:50 daar zijn. En dan laat ik er 30 toe in de kamer en dan gaan we gezellig over beauty kletsen. Superleuk. En er zijn natuurlijk ook weer winnaars. Ja. Het is gedaan! Eindelijk! Goed niet zo. Goed niet zo. Nu gaan we eten. Kunnen we hier ook binnen? Daar is McDonald's. Hoe laat hadden we een trein? 15:45. Hoe laat is het? We hebben juist een taxi genomen terug naar Antwerpen Centraal. En we gaan nu iets eten en dan moeten we nog een uur op de trein zitten. En dan nog eens met de auto. Misschien kunnen we dat beter in een zakje laten steken op de trein al beter. Dus doei!
Thank you.